papa Big. Dit is mijn kleine broertje George. Dit is mama Big. En dit is papa Big. Peppa Big. Geheim. Mama Big heeft een speciale doos voor Peppa gemaakt. Peppa, deze doos is alleen voor jou. Dank je, mama. Het is een geheime doos om je geheime dingen in te bewaren. Wat voor dingen kan ik er dan in stoppen, mama? Dat moet jij bepalen, Peppa. Het is jouw geheime doos. Ik weet wat ik erin ga stoppen. Mooi, maar vertel het me niet. Ik zeg niks tegen jou, of tegen George, of tegen papa. Het is een geheimpje. George, dit is mijn geheime doos. Hij is nu leeg. Ik moet iets gaan zoeken om erin te stoppen. George wil Peppa helpen. Nee, George. Alleen ik mag weten wat erin zit. Jij moet buiten wachten totdat ik klaar ben. Peppa zoekt wat geheime dingen om in de doos te stoppen. Mijn geheime doos zit helemaal vol. George, je mag er niet in kijken. George wil graag weten wat er in Peppa's geheime doos zit. Als je wilt, mag je wel gaan raden. Dinosaurus. George denkt dat meneer Dinosaurus in de doos zit. Oh, George. Jij hebt het altijd over meneer Dinosaurus. Hoe dan ook, een dinosaurus past niet in deze doos. George kan niet raden wat er in de doos zit. Papa Big maakt een schilderij schoon. Papa, dit is mijn geheime doos. Heeft mama voor me gemaakt. Dat is heel mooi, Peppa. Wat zit erin? Dat is een geheim. George probeerde het te raden, maar hij had het niet goed. Mag ik het eens proberen? Ja! Heb je mijn bril er soms in gestopt? Nee! Je bril staat op je neus. Je hebt gelijk. Malle papa, je moet het wel goed raden. Oké. Heb je mama's schoenen in de doos gestopt? Nee. En nu mag je niet meer raden. Peppa houdt van geheimen. Mama, niemand weet wat er in mijn doos zit. Oh, wat heeft George daar? George heeft ook een geheime doos. Hij heeft er van alles in gedaan. Alleen George weet wat erin zit. Oh. Peppa wil weten wat er in de doos van George zit. Dat is George's dinosaurus natuurlijk. Nee. Het is niet de dinosaurus die in de doos zit. Het is veel te moeilijk. Ik raad het nooit. Peppa vindt geheimen niet meer zo leuk als eerst. Misschien als je George iets uit jouw doos laat zien, dat je ook iets uit zijn doos mag zien. Oké. Maar we moeten het wel tegelijk doen. Dat is een goed idee. Als ik tot drie tel, laten jullie allebei zien wat erin zit. Klaar? Ja. 1, 2, 3. George heeft een trommel. En Peppa heeft een trompet. Geweldig. Ja, dat klinkt erg mooi. Hebben jullie nog meer geheimen? George heeft een donut. Oh. Maar Peppa's doos is leeg. Ik heb niks meer. Gelukkig ik wel. Kom maar met me mee. George, Peppa, Mama Big en Papa Big vinden donuts allemaal lekker. Ik heb geen speciale doos. Maar ik weet wel een goede plek om een donut te verstoppen. Kunnen jullie raden waar? Ga je hem misschien verstoppen in de koelkast? Nee. Op een veel specialere plek. Mijn buik. Heerlijk. Ik ga de mijne in mijn buik verstoppen. Ik ook.